Een wonder, echt een wonder. Ja, absoluut. Ja, oh, Goesje, ga je kopjes geven? Carla Kuit uit Hoofddorp kan haar geluk niet op. Haar kat Merlijn was maar liefst 13 jaar lang spoorloos en is nu, als een wonder, weer bij haar terug. Kom maar. We hadden Merlijn toen 3,5 jaar en wij zijn toen de tijd verhuisd van Haarlem naar Hoofddorp. En tijdens het verhuizen is Merlijn uit de auto ontsnapt, weggelopen en we konden hem niet meer vinden. Zoekacties in de buurt leverden niks op. Na jarenlang rondzwerven dook Merlijn de afgelopen maanden steeds vaker op in het voortuintje van Leon en Lies Knapen in Haarlem. Ik dacht, ja, misschien woont jij ergens in de buurt en komt gewoon hier eten halen. Ja. Maar het blijkt dat hij gewoon hier in de bosjes blijft hangen. Dus ik dacht, nou, ik ga wel even proberen uitzoeken. Misschien heeft hij wel een thuis ergens. Ze belde de dierenambulance en gelukkig bleek Merlijn gechipt. Een medewerker van de dierenambulance wist niet wat ze zag toen ze de informatie op die chip las. En natuurlijk belde ze meteen naar Carla. Ik was heel blij, verrast. En ja, ik had gelijk toen zoiets van, we gaan er nu gelijk heen en we gaan hem ophalen. Jeetje, jongen, wat heb je allemaal gedaan, man. Ik heb het idee dat er wel een beetje herkenning was. Ja. Die mevrouw die hem in huis had, die zei van ze mochten hem niet aanraken. Begon te blazen en ik mocht hem gelijk aaien. Ja. En hij begon te spinnen. Er komt van alles bij elkaar op dit moment, hè? Op dit moment komt alles bij elkaar, ja. Merlijn hebben wij in huis genomen toen mijn broer is overleden. Die had longkanker. En dat is bij mij een paar weken geleden ook geconstateerd. Dus ik zit nu midden in chemokuren. Merlijn komt nu weer op mijn pad. Dat wordt meer mijn reddende engel, hoop ik. Precies teruggekomen op het juiste moment. Toen ik hem het meeste nodig had. Ja, absoluut. Hé, hey, dag lieverd.